Ja, ik voel me even af. Je hebt, in je album zit toch wel wat persoonlijke thema's. Je zei het, het gaat echt ook over jou. Mm-hmm. Zijn er bepaalde thema's waar je het eigenlijk in de loop der tijd, die je misschien nu wel durfde aan te snijden en misschien 5 jaar geleden niet? Of die... Maar ik denk dat, in ieder geval in mijn geval, als je begint met rappen wil je gewoon stoer doen. Punt. Dat is wat in ieder geval mij in eerste instantie aantrok aan hiphop. Het is gewoon stoer, weet je. Het is het gasten zeggen en doen dingen die je ook wil doen en die je niet durft of die niet mogen of die niet kunnen. Dus in het begin ben je heel erg bezig met dat beeld te bevestigen in andermans ogen. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, oké, ik ben wel eigenlijk cool met wie ik ben of zo. Ik heb niet echt meer op die manier of op dat vlak iets te bewijzen. Ik wil gewoon nu zeggen wat ik wil zeggen. En dat is, het is ook veel leuker op het moment dat je dat loslaat. Dan is dat begin ook wel heel leuk, omdat je dan heel erg... Dan krijg je heel erg dat competitieding. Dan wil je heel erg bewijzen van, oké, ik kan beter rappen. Ik heb meer punchlines, ik heb meer metaforen en zo. En op een gegeven moment vind je dat niet meer interessant. En dan wil je gewoon goede liedjes maken. Is dat ook, wanneer is dat voor jou een beetje ontstaan? Is dat alweer een poosje? Dat is alweer een poosje terug. Dat was al wat tijdens het maken van het Flinke Namen album was ik daar al niet meer mee bezig. Het is ook heel vervelend om naar iemand te luisteren die heel erg wil laten zien wat hij allemaal kan. Het is alsof je een cd luistert met een gitaarsolo van 8 minuten op elke track. Dat hoeft niet, zeg maar. Ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Dat vind ik erg vervelend om naar te luisteren. Ik wil, weet je, alles moet in dienst staan van het liedje, denk ik. Maar als je dan naar jezelf gaat kijken van, goh, dat stadium heb ik afgesloten en ik wil nu verhalen maken die dicht bij mij staan. Mm-hmm. Waar, ja, zijn er dan dingen inderdaad, je zei wel van, over bijvoorbeeld overlijden van je vader en andere mensen, of in ieder geval dat je het niet te zwaar wil maken, maar dat het wel dingen zijn die, neem ik aan, toch onlosmakelijk met je verbonden zijn? Maar het gaat me niet zozeer om dingen niet te zwaar maken, maar om dingen een beetje in balans te houden. Je hebt... Want hoeveel zware nummers heb je bijvoorbeeld op het album? Of hele zware... Nou, ik heb niks wat alleen maar één ding is. Maar er worden wel serieuze onderwerpen aangesneden. Maar het is nooit alleen maar party of alleen maar drama, zeg maar. Ik zie het een beetje zo dat als je een normaal gesprek hebt, gewoon een gesprek face-to-face met iemand, face-to-face culture, dan ben je ook niet de hele tijd in één stemming, zeg maar. Dat wisselt ook, dat verandert ook. Op een begrafenis wordt ook gelachen. Op een feestje is ook wel eens iemand boos. Dus ik vind het heel belangrijk om dat in muziek ook zo te vertalen. Ja, ik vroeg me even af, één nummer wat mij in ieder geval opviel of aansprak, omdat het voor denk ik veel mensen van de generatie telt, is zeg maar De Wereld In. Mm-hmm. Daar beschrijf je een soort keuze, stress die misschien veel mensen van deze leeftijd... Is dat iets wat een belangrijke rol speelt in jouw leven? Toevallig is dat nummer is wel een soort van uitzonderlijk, omdat het... Ik heb dat nummer geschreven op een verhaal van of op een filmidee van een vriend van mij. En dat vond ik zo'n tof idee dat ik dacht, oké, daar ga ik een nummer bij maken. Maar dat is wel iets, ja, tuurlijk, je leeft in een wereld waar je alles ziet wat er allemaal kan gebeuren en wat er allemaal bestaat. En je denkt, nou, kijk op de klok, ik ben zo oud en ik heb misschien nog zo lang, maar misschien heb ik niet zo lang. Moet ik niet nu daar zijn? Moet ik niet een jaar in New York gaan wonen? Moet ik niet... Oh, ik wil ook nog dit doen. Ik wil ook nog dat. En daar kan je wel van in paniek raken. Dat is wel iets wat ik... Denk je dat het komt doordat mensen inderdaad door internet... Dat je ziet eigenlijk van mensen altijd alleen maar de succesverhalen... En van Facebook, bij wijze van spreken, alleen maar de mensen die continu op reis zijn. En heb je daar voor je gevoel dat je denkt, nou, dat heb je daar last van, dat je dat soms ziet? Ik doe heel veel, zeg maar. Dus ik heb het Jij bent idee, die persoon die misschien voor anderen... Ik heb niet het idee dat ik heel veel mis of zo, omdat ik wel echt behoorlijk veel doe. Maar tuurlijk heb je wel momenten dat je denkt, ah ja, ik heb het buitenland, weet je. Er is nog een hele wereld waar je niet bent. Maar daarom probeer ik ook veel te reizen en zo.